Welke uitvinding kan heel veel energieverspilling voorkomen? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie is al een keertje al in een MRI-scan geweest? Een MRI, zo'n grote cryostaat, een magneet waar je ingeschoven wordt. En dan maken ze doorsnijdingen van je lichaam. Is er iemand al die dat heeft meegemaakt? Nou, ja, ik ook. Wat valt je op als je erin ligt? De herrie, ongelooflijke herrie. Dat komt omdat er een wisselend magneetveld is. Een ander punt, wie heeft wel eens in de zweeftrein gezeten? Kijk daar, oké. Twee zelfs, drie, vier, ook. Weet je waarom een zweeftrein zweeft? Ja, door het magneetveld wat opgewerkt wordt. Eigenlijk, in dit college wil ik laten zien eigenlijk dat materialen een bepaalde eigenschap kunnen hebben, wat we eigenlijk van tevoren helemaal niet voorspeld hebben, of juist wel eigenschappen hebben, maar die heel anders worden, omdat we nieuwe materialen kunnen maken. En dan wil ik eigenlijk beginnen eigenlijk met het magneetveld. Nou, ik heb hier een spoel en een ring. Een ring van dus aluminium. En dit is een spoel. Wat doen we als we zeg maar een spoel voeden? Er wordt een magneetveld. Wat gebeurt er dan? Nou, denk aan de dynamo. In deze ring wordt ook een stroom opgewekt. Dus hier gaat de stroom lopen. En als hier een stroom loopt, is dit ook een magneet. Nou, twee magneten, of die trekken elkaar aan, of stoten elkaar af. Nou, in dit geval, omdat we hier een stroom induceren door deze magneet, zal het afstoten. Dus als ik nu zeg maar de magneet nu aanzet, de stroom stuurt door die koperen leiding, dan stoot hij af. Nou, dat is iets wat men heel vroeg al wist dat dat gebeurde. En eigenlijk kan je met deze eenvoudige opstelling ook zien wat de weerstand van bepaalde materialen is. Dus bijvoorbeeld als we een koperen ring nemen en we doen dat, dan eigenlijk apart eigenlijk. Dus aluminium is een betere geleider in dit geval, dat aluminium, dan deze koperen draad. Hoe kunnen we nou de weerstand veranderen van een materiaal? Nou, wie komt met een idee? Met? Ja, de temperatuur. Dus als we iets gaan afkoelen, ja, dan zal er dus minder weerstand zijn. Minder weerstand betekent, ik heb die ring nou in 200 graden onder nul, vloeibare lucht gestopt, vloeibare stikstof. Dus dan moet de weerstand veel minder zijn. Dus als ik dezelfde magneet gebruik, dan moet dat een effect hebben. Zet 200 graden onder nul. Dus dan gaan we kijken of dat wil. Of dat inderdaad een grotere stroom plekt. Dus inderdaad, temperatuur geeft een lagere weerstand. We konden heel gauw komen en die vloeibare stikstof, dat kon men vrij snel realiseren. Maar er was een soort nieuw gas, of was geen gas, een ander gas, helium. En dat was nog niet vloeibaar. En we wisten, als we helium vloeibaar maken, dan zouden we 4 graden van het absolute nulpunt af zijn. Van min 200 naar maar 69 graden. Maar hoe kom je aan vloeibaar helium? In feite is het zo dat we in Nederland, in Leiden, het Kamerling Onderslab, met het credo van weten door meten, in dat laboratorium werden alle experimenten uitgevoerd om proberen dat laatste gas, dat helium, vloeibaar te maken. Nou, hoe maakte men gas vloeibaar? Dat was gewoon gas breng je onder druk. Net zoals een ventiel in een gasfles bijvoorbeeld. Dan laat je het ontsnappen en het ontsnappende gas wordt kouder. Als het koude gas, je gaat comprimeren, laat het ontsnappen, wordt het nog kouder. En zo ga je maar door en door totdat het zo koud is dat het vloeibaar is. Kamerling Onnes, hier zie je bij het apparaat wat hij aan het ontwikkelen was. Een liquefactor, iets om vloeibaar te maken. Nou was dat een enorme race met een andere groep, namelijk in Londen, de Dewar. De Dewar, dat is de Dewar-vat, de thermoscan is daarvan afgeleid. Het bijzondere was dat eigenlijk Dewar verder was dan Kamerling Onnes in de hele ontwikkeling. Maar het was een beetje een ongeduldig persoon en die zei op een gegeven moment van,
van het gaat niet snel genoeg, jullie technici zijn niet goed genoeg, de technici de deur uit, heeft een nieuw aantal technici heeft hij aangesteld. En de eerste keer wat ze het experiment deden, knalde alles kapot. Dus hij was meteen maanden of misschien wel een jaar achterstand van Kamerling Onnes. En wat was het bijzondere van Kamerling Onnes? Ja, die had een instrumentmakerij opgericht. Dus wat doe je dan? Dan heb je gas, heel veel gas, 700 liter gas, dat had hij me uitgerekend. En dat kunnen we dan koelen, hè? Onder druk zetten, expansie, koelen, lagen, lagen, lagen. Totdat op een gegeven moment, dan zou het vloeibaar zijn. Maar hoe ziet vloeibaar heling eruit? Dat wist men niet. Ja, vloeistof die kookt. Dus je moet kookbelletjes zien. Dus men is helemaal gefocust om te kijken of men kookbelletjes zag. Nou, tot was het gas op. Maar ja, toen was het, hadden we nog niks gezien. Het bleek later een effect te zijn dat je inderdaad dat kan zien. Hè, dat je dus dat het vloeistof, dat dat niet kookt, maar dat dat stilstaat. Nou, het eerste wat men toen gedaan heeft, is kijken wat de weerstand van het materiaal wordt. En er waren allerlei geleerden, Einstein en natuurlijk ook Kamerling Onnes zelf en heel veel mensen in het lab, die zeiden van, oh, een metaal, hè, dan gaat de weerstand naar beneden als we hem afkoelen. En bij het absolute nulpunt gaat het dan naar nul of naar oneindig, want alles staat stil. En dat experiment deed men aan de hand van een kwikdraadje. En hier zie je de kwikdraadje, je ziet hier de weerstand uitstaan tot de temperatuur. Het is een metaal, dus je koelde af en de weerstand minder en opeens, pats, de weerstand was weg. Heeft een jaar geduurd voordat men er overtuigd was van oké, dat is toch iets heel bijzonders wat we gezien hebben. Het is toch iets, een nieuw verschijnsel in een materiaal. Materiaal wat we nog nooit eerder geobserveerd hebben. En dat is later heette toen supergeleiding, dat heette toen nu supergeleiding. Dus we zien eigenlijk de supergeleiding hier voor het eerst. Dat is de originele tekening van Kamerling Onnes wat te doen. Men heeft daarna heel veel experimenten gedaan en gekeken van wat voor een effect heeft dat. Er was dus ook theorie waarom dat materiaal geen weerstand heeft. En een van de leukere theorieën, tenminste om het voor te stellen, vind ik wel, was de koepelpaar. Nou, we zijn hier in een danszaal. Als we hier de, zeg maar, allemaal elektroden neerzetten, random, en mensen gaan dansen en vragen jullie te dansen, nou, dan botsen jullie allemaal tegen elkaar op. Afhankelijk van de muziek, geef toe, maar oké, je botst tegen elkaar. Nu zeg je van, nee, nu vormen nou tweetallen en zwier door de zaal. En je ziet, niemand zou botsen, geen weerstand. Dus hij had het idee, Cooper, van als twee elektronen, die zijn gekoppeld aan elkaar, een koepelpaar, en die zorgt ervoor dat de weerstand dus nul wordt. Nou, en eigenlijk was het, ging het zo'n tijd door, en totdat op een gegeven moment in 1976, toen kwam er een artikel. Notch en Müller, die waren op dat moment Rüsselikon, IBM in Zürich. En die deden experimenten aan, wat noemen we dat, keramische materialen. Dat waren hele bijzondere materialen, magnetisch, elektrisch. En het bijzondere was, het was een zuurstof, er zit zuurstof in. En eigenlijk een metaal, als daar zuurstof is, dan wordt het niet meer metallisch. Maar die materialen wel. Dus die koel je af en wat zie je dan op een gegeven moment? Dat de weerstand afneemt. Dat was heel, dus zij gingen echt bestuderen. Hoe komt dat, dat dit soort materialen, lantaan, barium, koper, dat dat zo'n mooie geleider is? Ze koelden het af eigenlijk en toen zagen ze dat een bepaalde materiaalcombinatie opeens supergeleiderd werd. Bij een temperatuur van 35 Kelvin, dus veel hoger eigenlijk dan men theoretisch had voorspeld. Dat is heel bijzonders, want men had nooit gedacht dat dat het materiaal zou zijn wat een doorbraak zou worden. En als je nu gaat kijken naar die ontwikkeling van het materiaal, dan zie je, dus zij hebben die publicatie gehad in 87 of 86, waar er een mogelijkheid is, en het is typisch, hè, die hebben ze dan niet in een Nature of Science blad gepubliceerd, maar ergens achteraf, zodat ze het wel gepubliceerd hadden, maar zelf verder konden gaan met het experimenten. Nou is het zo dat 2 jaar eerder Bernard Raveau hetzelfde materiaal had gemaakt. Precies hetzelfde. Alleen niet afgekoeld. Dus als hij en zijn staf en zijn studenten de guts hadden gehad om verder te kijken wat de eigenschap van materiaal was, dan hadden zij de Nobelprijs gekregen en niet Bernard en Müller. Enfin, als je kijkt dan wat dat teweeggebracht heeft, dit is de ontwikkeling van de supergeleider die je ziet. Doordat zij een hele nieuwe aantal materialen ontdekt hebben, ging iedereen op zoek naar nieuwe materialen en dat werd yttrium, barium, koperoxide en opeens
was het materiaal superglijdend boven stikstoftemperatuur. Nou, je ziet zelf wel, in de natuur komt het niet vaak voor dat de ontwikkeling zo snel gaat. Nou, als we nog even kijken naar mijn situatie, ondertussen in Twente, was ik bezig om te kijken of we die materialen kunnen mixen. Dus ik had zeg maar een oplossing gemaakt, een chemische oplossing. Ik maakte de barium en de yttrium en de koper. En ik loste dat op in salpeterzuur en citroenzuur. Gewoon zo'n alchemist als het ware. En dat kook je dan en dan vervolgens laat je dat ontvlammen. En als het ontvlamt, ontstaat er een poeder. En dat poeder, dat is precies het poeder, yttrium, barium, koperoxide, waar de superglijder van gemaakt is. Maar dan ongelooflijk puur. Dus het is bijna geen verontreiniging met materiaal. En zometeen zou je zien, kijk, dan ontvlamt die. En wat er overblijft, is poeder. Het poeder kunnen we persen tot een pilletje. Dat heb ik hier. Hier is dat pilletje. Want het is heel keramisch, heel bros materiaal. Als ik een magneetje heb, nou, en dan gebeurt ze, en die, ja, die breng ik hier naartoe. Ja, er gaat een stroom lopen, maar ja, er heeft een weerstand, want het is kamertemperatuur. Dus er gebeurt niet meer veel. Dus ik ga hem even afkoelen. Ja, dan moet je nooit te scheutig mee zijn. Dus want vloeibaar stikstof zou dat materiaal dus inderdaad een superglijder worden. Wil? Nou, laten we eens proberen of het wil. Dus nou is het gewoon afgekoeld. Als het goed is, is het een superglijder. Dus als ik een magneetje in de buurt kom, dan gaat er een stroom lopen. Die stroom, dat is ook een magneetveld. Precies tegenovergesteld, dus hij zal dit magneetje moeten afstoten. En als ik dat dan doe, dan breng ik hier dat magneetje in. Inderdaad, hij begint te zweven. Hij stoot als het ware dat materiaal af. Dus eigenlijk is het zo, dus als we gaan kijken naar het periodiek systeem, hè, dan weten we dat er allerlei elementen zijn. We weten van elk element van, oh, dat is wel een, of niet een superglijder, soms bij heel lage temperatuur. Maar je ziet dat de combinatie van materialen, dat misschien wel de oplossing is. Net zoals yttrium, barium, koper en zuurstof. Dus eigenlijk is het zo wat we willen, is kunnen we nou niet een combinatie van materialen verzinnen of maken die inderdaad een superglijder geeft bij kamertemperatuur. En of dat kan, ik kan niet in de toekomst kijken, maar het is een uitdaging waar vele fysici voor staan. En ik wil graag in het volgende college uitleggen hoe we dat kunnen doen. Hoe we die verschillende materialen kunnen combineren tot een nieuw materiaal.